Ja. wat ook altijd is, we moeten niet suggereren dat er in, onder de democraten niet allerlei tweespalt was ja, want daar had je nou weer een linkse fractie die voortdurend dwars lag omdat ze vonden dat het beleid niet progressief genoeg was maar goed, die zijn uiteindelijk door Pelosi zijn die uiteindelijk eh, tot de orde geroepen terecht. Ja. Wat wordt de taak nu van deze voorzitter? Wat moet hij doen? Voorzitter. Maar is het hetzelfde dat, als hier in Nederland? Hij heeft verstrekkende bevoegdheden hij moet de agenda bepalen, hij moet zeggen wat er behandeld zou worden... ...wat er plenair behandeld wordt, wat er naar de commissies moet... ...wat helemaal niet behandeld wordt. Kortom, dat hele procedurecircus, je zag ook dat je niet eh, ingezworen kon worden... ...als lid van het huis zonder dat de voorzitter ter plekke was. Dus ja, dat, daar gaat hij over. Ik, ik denk, volgens mij is zijn macht aanzienlijk groter dan de voorzitter van onze Kamer. Maar bij onze Kamer werkt het heel anders... Want onze Kamer, de voorzitter van onze Kamer is de voorzitter, is niet de leider van de grootste fractie in het parlement. Want we hebben, geen, we hebben, zo we hebben een ander politiek systeem. Omdat we meerdere politieke partijen hebben, ze hebben er maar twee. Hmm. En als je natuurlijk als een van die twee partijen groter is, bestaat het volstrekt de halve garen, dan zit je met een enorm probleem. Dat is het probleem waar de Verenigde Staten nu al jaren mee worstelt. Ja. En moet hij neutraal zijn? Helemaal niet. Dat Hij hoeft u... is een republikein. Nee, dat niet. Hij beetje. behartigt ook de republikeinse belangen. Ja, maar hier, Vera is hier in Nederland ook uh, van D66. Maar die moet toch een soort van neutraliteit hebben. Ja, 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 zeker. Dat, dat moet ze doen, ja. Maar zij mag als parlementslid, zij is vigerend parlementslid, mag ze gewoon wel meestemmen. als er bepaalde stemmingen zijn. Hm. Maar goed, zij moet als, als voorzitter van dat presidium. Hè, of als leider van dat presidium, moet zij wel eens zorgen dat de zaak tot tevredenheid van alle Kamerleden in orde komt. Nou is de kans dat je het alle Kamerleden tevreden stelt niet groot, aangezien wij ook een langzamerhand substantiële groep volstrekt de halve garen hebben. Dus ja, dat is een probleem wat zich overal in het Westen voordoet. En laten we blij zijn dat we niet zo'n systeem hebben als het Engelse of het Amerikaanse, zodat een van beide partijen als die defect raakt. Kijk, het probleem is dat is net mee een fiets. Eh, als een van de wielen eh, ernstig defect raakt, dan heb je niks meer aan een fiets. Eh, maar als je natuurlijk een fiets hebt met acht wielen. en, en een van de wielen raakt defect, is dat niet zo erg. Het gaat een beetje kreupelen allemaal, maar het, het functioneert. Nou, zo is het ook met het eh, tweepartijensysteem of een multipartijensysteem. Dat wij eigenlijk weinig last hebben van de gekken in het parlement. Eh, hoewel we er nog ons, wel onze zorgen over hebben, natuurlijk. Eh, Ligt aan het feit dat we zoveel partijen hebben, waarvan godzijdank nog een meerderheid min of meer normaal door het leven kan. Ja, uiteindelijk, dat moet je altijd zeggen, is het feit dat je gekken hebt, ligt aan het feit dat de kiezers niet goed snik zijn. Althans, een niet onaanzienlijk deel van de kiezers is, is het natuurlijk al jaren de weg kwijt, sinds allerlei traditionele structuren verdwenen zijn. Maar als ik, het, als ik je verhaal zo hoor van deze nieuwe voorzitter, dan uh, belooft dat niet veel goeds. Dat hangt er vanaf vanuit welk perspectief je het ziet. Als ik bijvoorbeeld, uh, laat ik zeggen, de zakelijke leiding had van Fox of van, van uh, CNN, dan uh, zou ik in mijn handen wrijven en dan denk ik, oh, poppenkast. <laughs> ja. Hey, hè? ja, want wat vinden de media leuker? Ruzie in de tent, onoplosbare problemen. Ja, ze hebben nu toch ook volop genoten van dit weekje poppenkast in de Republikeinse kring. Ja, je zag ze ervan genieten. <laughs> Zelfs de economische, hoe heet het, columnist van de New York Times, Paul Krugman... die zei, ik kan niet laten om schadenfreude, hij noemde het magafreude, uh, te hebben. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Nou, geniet jij daar ook van? Nee, nee. Ik heb meelijden met de Verenigde Staten al jaren... Het is een land met ongekende mogelijkheden. Het is een gigantisch groot land. Het is een enorm divers land. En nou ja, het wordt gegijzeld. Wordt, het wordt letterlijk gegijzeld. Door een groep ja, die, die zelf vindt dat ze de boot gemist hebben. En dat alles anders had moeten lopen. Na nou, de, ja, de en zogenaamde gouden jaren 50. Maar dat is een heel weinig constructief standpunt. Ik, in alle opzichten denk ik dat deze problemen nog jaren zullen duren. Als je toch die ondernemers spreekt van die naar die techbeurs in de L.E. zijn, die vinden het fantastisch om in Amerika rond te lopen. Die zeggen: Wij leren eindelijk om zelfvertrouwen uit te stralen, nou, want dat kunnen ze hier wel. Ja, vaak ook volledig ten onrechte. Hè? De Amerikanen die stralen ook nog zelfvertrouwen uit als, als ze daar bezig zijn om dood te gaan. Fijn natuurlijk, maar ik, daar ben ik van, die, van dat Amerikaanse can-do helemaal niet zo'n grote liefhebber. Moet ook wel een beetje realistisch blijven. Maar het brengt ze soms wel ver, natuurlijk. Dat, dat pitch die elf. Nee, helemaal wel veren. en tegelijkertijd vaak ook niet zo verschrikkelijk ver. En, en je weet ook dat er oplichters zijn die miljarden verzamelen met, met beloftes over nieuwe systemen. En, en, en neem mijn mevrouw met dat diagnosesysteem. Ik weet niet hoeveel miljarden ze niet bij elkaar had gekregen. Nu zit ze in de gevangenis. Maar ja, ze zagen blits uit. Ze konden een woordje doen. En... Ja. Maar ben je niet wat hoopgevend geworden na de midterms en de uitslag daarvan? Nou, dat ben zeker wel. Ik ben wel iets optimistischer geworden dan ik was, maar niet echt optimistisch omdat de, de wezenlijke structurele problemen van het Amerikaanse politieke bedrijf niet veranderd zijn. Je kunt hoogstens zeggen, godzijdank is bij de midterms gebleken dat er een kleine meerderheid is die die lulkoek van Trump over de big steel dat niet gelooft. En zegt dat dat moet nou eens afgelopen zijn, daar is u. Het was een doodgewone reguliere overwinning. Overigens, als je naar nou het Electoraal College kijkt, ook, ook bij in, in 2020 enkele tienduizenden stemmen anders uitgebracht in de bekende staten Wisconsin, Pennsylvania, Michigan en zo. En het was anders gelopen en had Biden verloren, ondanks het feit dat hij 8 miljoen stemmen meer had. Dus ja, we zijn nog niet, eh, nog niet uit de problemen hoor. En het Electoraal College is verankerd in de constitutie. Er zijn wel methoden om dat te omzeilen, maar dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren, eerlijk gezegd. Was er nog een rol voor Trump eigenlijk in die soap van deze week? Op? Nou ja, ook nu weer. Want hij had opgebeld dat Kevin McCarthy het moest worden. Want <laughs> je weet dat die McCarthy in de tijd ook, dat hij eens tegen Trump was, naar Mar-a-Lago vertrokken is om hem daar stroop om de mond te smeren. Maar dat heeft de Atlantische initieel niks geholpen. Dus ze hebben gewoon gewacht tot er flink wat concessies zijn gedaan en toen hebben ze gezegd oké. Okay. Uh, en dan nog zijn er die lady present hebben gestemd, die hebben dus niet voor Kevin McCarthy gestemd, die hebben alleen ervoor gezorgd dat er een, een laten we zeggen, een, het juiste quorum was om de voorzitter te kiezen. Hmm. En wat zegt dat over de greep die Trump heeft op die republikeinse partij? Nou, die is enorm zwaar beschadigd geraakt. Ik denk, het, moet, ik denk dat er langzamerhand een wonder moet gebeuren. Wil Trump een succesvolle presidentskandidaat zijn in 2024? Maar, maar schakel hem niet uit bij voorbaat. He, we gaan niet optimistische berichten verspreiden die we niet waar kunnen maken. Het, en, en besef steeds: het Amerikaanse politieke systeem is ziek. En de groepen die Trump aan de macht hebben gebracht, die. Nou ja, die gaan uit van, van premissen die, die in, in, in zoveel opzichten onjuist zijn, dat, dat, ja, dat je weinig... Ik heb er weinig hoop op, in de komende jaren althans. Maar wat heeft hem het, het meest beschadigd? Nou, ik denk uiteindelijk de, die, die kletskoek over de big steel. Ja, tenslotte is wel duidelijk geworden dat het helemaal niet een big steel was, niets aan de hand. Ja, en dat heeft nou, hij eindeloos te sterker nog. Hij had er nog steeds vol. Dus. Maar daar is dus een meerderheid die zegt van ja, het is mooi met jou. En terecht. Ja. En natuurlijk altijd een allerlei schilvers overal van zijn. En ja, nou ja, dat hij een groot ondernemer was, een briljante ondernemer. Terwijl natuurlijk iedereen eigenlijk al lang wist dat het absoluut niet het geval was. Ja. Dus ja, is hij beschadigd geraakt? Enorm. Hij is enorm beschadigd geraakt, zonder meer. Vooral natuurlijk ook omdat al die election officials, al die, die in elke staat is een, is een bureau wat zich met de verkiezingen bezighoudt en wat ook een leider heeft die gekozen wordt. Ook belachelijk, maar goed, die gekozen wordt. Um, want dat kan dan dus ook weer politiek ingevuld worden. En al de kandidaten die door Trump daarvoor waren aanbevolen, die zijn allemaal gesneuveld. Ook een signaal van dat die big steel, dat, dat de kiezers dat flauwekul vinden. En hangt hem ook nog die vervolging boven het hoofd, hè? Ja, daar moet je in Amerika nooit al te veel. Dat. Iedereen doet dat zo hoopvol over die vervolgingen. Maar ten zijn die eindeloos is punt 1 en punt 2 is. Dat het huis vanaf afgevaardigden waarschijnlijk direct van die zaken op enige lijn wijze een eind zal maken. Het kan wel voorkomen dat hij nog een keer een politieke functie bekleedt, want dat is wat ze graag willen daarmee, toch? Ik zie het voorlopig niet gebeuren. In Amerika is juridisch alles mogelijk. En heeft, had de Santos nog een rol eigenlijk? Niet in dit toneelstuk, nee. Ook niet achter de schermen. Alleen van die, van die hoofdcommando's die komt uit Florida, dat wel. En natuurlijk Florida, wat vroeger een swing state is, was, is er al lang geen swing state meer. Maar goed, dat kan ook veranderen op den duur. Ik heb ook mensen die zeggen dat, dat Texas nu nog een republikeins bolwerk, maar dat dat op termijn van de jaren 15 ook een swing state zou kunnen worden. Denk aan Californië, wat vaak republikeinse uh, meerderheden had en wat nu al uh, echt een, een knalhardere democratische staat geworden is. Mm -hmm. Dus dat, daar zijn allerlei verschuivingen mogelijk. Het blijft wel uh, iedere keer een uh, soap daar. Hè? Het is iedere keer uh, raar. Ja, en dat is, al... je kunt zeggen, wat lollig. En, en wat ik al zei, de media die smullen ervan van dit soort van maar het is natuurlijk voor de besluitvorming, voor de regeerbaarheid van een land, is het de pest. Kijk, bij onze regeerbaarheid, die laat ook ernstig te wensen over, zoals je weet, maar dat is vooral door het falen van de verschillende coalities die wij hebben gehad. Ja. Ik las wel ergens deze week dat hij. Het ligt niet aan ons politieke systeem. Nee. Republikeinen zouden ook wel willen dat um, um, Oekraïne en Rusland gaan praten, dat ze die wapenleveranciers Ja, wie is Ja. Daar maak ik me ook niet zoveel zorgen over, omdat hij natuurlijk, dat kan het huis ook. Kijk, daar zijn ook die 12, 212 democraten. En als je een redelijke groep van republikeinen weet te overtuigen dat dat nuttig is om dat te doen, en ik denk dat dat mogelijk zou moeten zijn, dan zie ik dat niet 1, 2, 3 bedreigd worden. Dat neemt niet weg dat, dat iedereen beseft dat er ooit gepraat zou moeten worden daar, ja, dat wel.